Nou, ik heb een mooie nieuwjaarswens voor de redactieleden van Netwerk. Hello. Yes, hi. Thanks for the great work on Netwerk.tv. Hallo, mijn naam is Torsten Colijn, voormalig site manager Radio 4. Ik zou het jullie heel erg toewensen als jullie iets meer zouden experimenteren met sociale media. I'm 34, but I live online. I don't watch the TV. Wat kan Netwerk doen met sociale media? En ik denk dat er nog een hele wereld te winnen valt. Twitter, huis, YouTube, wat moet je ermee? Lastig, eng. Publiek zoeken, woordvoerders zoeken, mensen die kennis hebben over een bepaald onderwerp, die via andere kanalen misschien heel lastig te vinden zijn. Als Netwerk meer jongeren wil aantrekken, dan moeten ze vooral de onderwerpen verjongeren door het wat levendiger te brengen. Ja, ik zou de jongeren inderdaad meer betrekken bij de onderwerpen. Het kleine nieuws moet groot gemaakt worden. Wat je op Twitter leest, gebeurt nu. Dus je bent er, zeker als een journalistieke organisatie, ben je er als de kippen bij. Zit er bovenop. Nou, Twitter past daar perfect bij. Netwerk en Twitter, twee handen op één buik, zou ik willen zeggen. En als je echt veel mensen wil bereiken en niet alleen bij televisie wil houden, en dus heel verrast wil zijn over wat voor content je zou kunnen krijgen in plaats van alleen zelf te hoeven ontwikkelen, dan zou je wel eens heel erg verrast kunnen zijn als je de goede hashtag op Twitter gebruikt. Bijvoorbeeld @dumosh. Dat is een scoop van je welste natuurlijk. Hè? GVB verbiedt het dragen van een kruisje. Als je ziet wat daar op Twitter over wordt gezegd, de voor's en de tegens, is geweldig. Daar kun je op je netwerksite heel veel mee doen. News I get is through my friends, through Facebook, to Twitter, to emails, and that is when I'll click on links. I don't go to a site by myself because there are too many sites in the world these days. So if you want to reach me as an audience, you need to get on social media. Omdat het heel veel mooie kansen legt of vormt om een mooie dialoog met je doelgroep te leggen. En wat meer verschillende mensen te bereiken. Maar ga ook vooral luisteren. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ga luisteren wat er over het onderwerp waar jij mee bezig bent, wordt gezegd op Twitter. Dus mijn drie tips zijn ook ga social, social, social. And I look forward to see a more interactive and a more dynamic website that talks to me. Ik geef alleen maar even aan, vanuit mijn ervaring bij Radio 4, wat sociale media kunnen betekenen voor jouw programma. Heel veel succes. And thank you for listening to me. Thank you.